Hoe kun je binnen één kwartier een robot maken? Dit is de Universiteit van Nederland. Wat is die? Dit is de allereerste robot die ik ooit gemaakt heb, toen ik 17 was. En het is ontzettend veel werk geweest. Ik heb zelf de onderdelen van die robot zelf aan de machine gezet met de frees. En ik heb één bij één gedaan. Dat was ontzettend veel werk. Nou, het was voor mij een droom om een robot te maken. Dat vond ik een fantastisch droom die werkelijkheid is geworden. Maar het werkte wel, maar was heel veel werk. En wat we nu eigenlijk hebben, we hebben een revolutie over robots. We kunnen robots maken veel, veel sneller wat er toen die tijd kon. En de revolutie kwam van dingen zoals dit. Dit is een Arduino. Een Arduino is een kleine computertje. Het is eigenlijk op de markt gebracht door Italianen nota bene. En het is een systeem die je voor een paar tientje kan kopen. En dan kan je koppelen aan een computer. En dan kan je dan een programma makkelijk schrijven. Er is heel veel software dat het mogelijk maakt. En dan kan je op internet ideeën vinden. En dan kan je hier motoren aankoppelen, sensoren aankoppelen. En dan kan je eigenlijk heel snel werkende systemen, werkende robot maken. Dat is dus de revolutie dat nu aan het ontstaan is. Wat we ook kunnen maken, is niet alleen de hersenen en de programmering te implementeren dankzij Arduino's of vergelijkbare systemen. Maar ook het maken van fysieke maken van de robot kan nu natuurlijk veel eenvoudiger dan van toen die tijd kon. Wat jullie hier zien, is een 3D-printer. In een lab hebben we dan ontdekt dat hiermee heel snel robots kan creëren. In de tussentijd hebben we 7 3D-printers. Dit is een hele kleintje en dat is eigenlijk een heel goedkope printer, relatief gesproken. Een paar duizend euro kan je kopen. We hebben in een lab ook heel nauwkeurig printers waar dan 80.000 euro kosten. Of 30.000 euro kosten. Maar het is prachtig omdat je kan gewoon iets bedenken, tekenen, hè, met de computer in een 3D CAD tekening. En uiteindelijk dan printen. En na een paar uur komt dat uit. En die onderdelen, afhankelijk van welke materiaal je gebruikt, zijn gewoon bruikbaar als onderdelen voor je robot. Maar je kan eigenlijk nog sneller gaan dan met die 3D printen. Dat het duurt lang, wordt stukje bij stukje gedeponeerd. En ik ben ongeduldig. Dus we moeten dan nog sneller robots kunnen maken. En wat we daarvoor kunnen gebruiken is eigenlijk robots te ontwikkelen met plaatwerk door een lasersnijder. Wat jullie hier zien is een laser die dan in staat is om platenmateriaal heel snel te snijden. En met die onderdelen, als we gaan ontwerpen in die manier, hè, dus met plaatmateriaal, kunnen we heel snel robots realiseren. Nou, ik wil jullie laten zien wat mogelijk is. Dit is bijvoorbeeld zo'n plaat. Dit is zo'n plaathouw die gesneden is. En jullie kunnen zien, er zijn onderdelen hier. Dus als ik dat teken, dan kan ik daarna gewoon stukjes eruit halen. Ik klik gewoon de stukjes van de robot uit de plaat. En alle stukken eruit zijn, dan moet ik in elkaar zetten en dan kan ik die assembleren. En bijvoorbeeld krijgen we de voorbenen of de achterbenen van de robot dat ik nu aan het bouwen ben. Er zijn alleen plaatmaterialen, een stukje hier en deze stuk hier, kan ik in elkaar schuiven met een bepaalde constructie en kan ik dan een been van maken. Wat jullie bijvoorbeeld hier zien, dit is die stuk, de voorkant van het stuk. En de benen van de robot komen dan hier vandaan. Maar ja, kan ik de benen doen en dan kan ik ook
de body van de robot maken. Maar als dat in elkaar zit, heb ik niets. Het is gewoon een skeleton, daar kan ik niets doen. Dat moet natuurlijk kunnen bewegen. En om te kunnen bewegen heb ik motoren nodig, heb ik spieren nodig. Dus wat kan ik doen? Ik kan een servo via internet kopen. Die worden naar huis gestuurd. Ik monteer die. En ik ben in staat om benen te laten bewegen. Daarna wat ik kan doen, ik kan wat sensortjes bestellen. Infraredsensoren. En dan kan ik gewoon aan de voorkant plaatsen. Om meting te doen, om te kunnen bewegen. Maar ja, dat heb ik nog niets aan. Dat werkt nog niet. Wat heb ik nodig? Ik heb de spieren. Ik heb de zintuigen. Ik heb een hersen. Heb ik hersenen nodig? En dan hebben we zoiets. Dat is de Arduino verhaal. Maar ja, als die groot is, kunnen we ook chips kopen. En zelf bordjes omwerpen waar nog kleiner kunnen monteren. En bijvoorbeeld krijgen we dit. Wat we hier hebben aan alle andere onderdelen met een kleine bordje daarop gemonteerd. Die eigenlijk de data meet. Hè, de perceptie van de sensoren hier meet. En dan de motoren stuurt om het bewegen te kunnen doen. Maar ja, het probleem is natuurlijk, alles is nou in elkaar gezet, maar het doet nog niets. Dan moet je dan het systeem programmeren. Dan moet je eigenlijk de intelligentie. Nou, een robot is klaar. Moet je intelligentie geven aan het systeem. Hoe doe je dat? Je moet een programma schrijven die dan doet wat je wil. Dus dan moet bijvoorbeeld zeggen, als je bepaalde informatie meet, moet de benen in een bepaalde sequentie bewegen en dan ga je voorbewegen. Als je iets tegenkomt, hè, omdat je meet door de sensor die je hier geplaatst hebt, dan moet je bijvoorbeeld anders gaan bewegen, zodat je terugkomt. En dat doe je door de robot te verbinden met een computer. Hè, en de batterij natuurlijk erin zetten, zodat energie aan de motor kan komen en die voeding geeft aan de computer die erop staat. En daarna kan je dan gaan programmeren. Voor de data van de computer, dit is software van de Arduino zelf, kan je op internet vinden, kan je downloaden gratis. En die programma is heel kort, hè, er zijn een paar regels, kan je downloaden op een systeem. Het is nu het systeem, is geprogrammeerd. Nu weet hij wat hij moet doen. Dus als dit aanplug. Kan ik beter hier laten bewegen. Hij heeft ogen alleen aan de voorkant en niet de achterkant. Hij doet wat hij moet doen. Makkelijk, dan kan je robot weer energie uitschakelen. Nou, wat we ook kunnen doen is natuurlijk, dit is een heel eenvoudig voorbeeld. En dit is echt heel, kan heel snel gebeuren, misschien niet in een kwartiertje, maar dat kan je dan natuurlijk door te tekenen. De fantasie is eigenlijk, er zijn geen begrenzingen met de fantasie. Daar kan je heel veel robots creëren, hè, met verschillende vormen. We hebben ook in de lab een A4 robotcompetitie gemaakt. Dus je kreeg een A4 oppervlakte en daar kon je dan de coolste robot ontwikkelen. En daar zijn er heel veel andere soorten robots uitgekomen. Als we iets ingewikkelder, zoals deze bijvoorbeeld. Ja, dit is een. Zien jullie dat alle onderdelen van de robot zijn gemaakt met plaatwerk? Ja, dat zijn allemaal gemaakt met servo's, die je voor internet kan bestellen. Een kleine PC'tje, een kleine Arduino,
achterarchitectuur. En zijn in elkaar geschroefd. Nou, dat is weer een spin. Weer geïnspireerd door de natuur. Maar het is heel eenvoudig om dit soort objecten te creëren. Maar we kunnen ook verder. Wat we hier hebben is een quadricopter die volledig geïmplementeerd is in ons lab. En dit is gemaakt, de body van de quadricopter is eigenlijk gemaakt van een PCB. Dus waar de elektronische componenten opgesoldeerd worden, fungeert ook als de structuur van de robot zelf. En er is ook een camera. Hè, dus de quadricopter kan ook zien, kan data communiceren. En hij heeft wat kleine snufjes hè, die in staat maken om die robot te laten vliegen heel dicht bij oppervlakte van muur. Door turbulentie is het heel moeilijk om een quadricopter te laten vliegen in de buurt van een muur. Omdat die wordt gezogen door de muur. Maar dankzij iets dat wij bedacht hebben, is die in staat om heel dicht bij muren te vliegen. En dat is bijvoorbeeld heel nuttig voor inspectie van een bepaalde ketels in een bepaalde situatie. Dus de computerkracht is onvoorstelbaar geworden. We kunnen nu dan telefoons kopen die een computercapaciteit 64 bits architectuur om een telefoon. Het is gewoon onvoorstelbaar. Als jullie een van de laatste telefoons kopen, kan die dan zoveel meer dat het ooit een desktop eerder gekund heeft. Dus wat we kunnen doen, we moeten dan ons onderwijs aanpassen. Dit soort dingen moeten dan studenten in staat zijn om te kunnen creëren. In de toekomst, robotica zal overal zijn. Dus een van de dingen dat onze maatschappij moet realiseren, dat is onvermijdelijk. De volgende revolutie, de volgende golf in technologie, het is de ICT, dit is natuurlijk nog steeds ICT. Hè, maar we zijn eigenlijk benen aan het geven aan een robot. Wat we moeten doen voor ons onderwijs, moeten de studenten leren om te gaan met dit soort dingen. Hoe kunnen we snel dingen produceren? Kunnen we snel dingen programmeren? Dus robots zijn niet hier om ons werk, zoals dan vaak genoemd wordt, weg te nemen. Maar zijn hier om ons te helpen in alles wat we nodig hebben. Voor de zorg, voor de inspectie, voor de veiligheid. Ik hoop persoonlijk zelf zo lang te kunnen leven om de nieuwe ontwikkeling te kunnen zien. Omdat in de komende jaren zal sneller en sneller gaan. Dankzij 3D-printing bijvoorbeeld, dan zij lasercutting, dan zij de computertechnologie die ontwikkeld wordt voor de communicatie, voor telefoons. Robotica is prachtig, en dan ben ik biased natuurlijk, hè, omdat ik hou ontzettend van mijn vakgebied. En ik hoop het een beetje van mijn enthousiasme aan jullie gegeven te hebben over het vakgebied. In ons lab hebben we iets dat heet makerspace. Om juist aandacht te geven aan dit soort dingen, zoals onderwijs. Wat we doen, ik betaal het bier en het eten voor de studenten en voor iedereen die daar gebruik van wil maken. En één keer per week, 's avonds, gaan de studenten bij elkaar en gaan ze gewoon doen wat ze willen. Zolang dat wat leuks en nuttigs uitkomt. En in die manier stimuleren de interactie tussen verschillende takken van sport. Robotica is niet alleen elektronica, is niet alleen mechanica, is niet alleen computer science, informatica. Alle vakken komen bij elkaar. En dat is een zeer multidisciplinair vakgebied. Dus om te beëindigen, wat ik wil zeggen is dat nu printen we dan documenten op papier. En wat ik verwacht dan in de toekomst, we zullen robot printen thuis. Dank jullie voor uw aandacht.